Tijdens de periode van 7 juli tot 20 augustus wordt de trambaan ten zuiden van de Wisselstraat bij de Remise tot en met het stadscentrum van Nieuwegein voor een groot deel vernieuwd. De trambaan van Utrecht Centraal Station naar Nieuwegein is na bijna 30 jaar aan het einde van de technische levensduur. Spoorrails en bovenleiding zijn versleten. Bij het grindbed en de dwarsliggers is er sprake van verzakkingen. Voor bestuur regio Utrecht, eigenaar van de tram, reden om de trambaan grondig op te knappen. Ballast, dwarsliggers, spoorstaven, wegovergangen en bovenleiding worden vervangen. Bovenmasten worden geschilderd. In het stadscentrum van Nieuwegein wordt een betonnen onderbaan aangelegd. Het spoor wordt met snijbranders in secties van 6 meter gesneden. De secties worden met kleine kranen op een vrachtwagen geladen en afgevoerd. De ballast wordt met een shovel afgegraven en per vrachtwagen afgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Daarom rijdt de trein uitsluitend tussen halte Utrecht Centraal Station en PR Westraven. Reizigers kunnen dus in Nieuwegein en IJsselstein op dit moment geen gebruik maken van de tram. In de bestaande buslijnen zijn er extra bussen ingezet. In IJsselstein is daarnaast sprake van een extra buslijn. Tussen Nieuwegein Centrum en het Antonius Ziekenhuis rijden inmiddels pendelbussen.